Kom op, Roderick. Kom op. Nee, ik heb een jas voor u. De Willem-Evenjas. Kom op, pak aan. In de camper. Aandoen. Het zwarte in je pols, hè? Nou, Roderick. Dan gaat het er eindelijk voor komen, hè? Ja, top. Ja, dat wordt hartstikke mooi. Nou, jullie zien het. Willem-Ever is weer op pad. Het is 1 uur 's nachts. We zijn op weg naar een hele bijzondere missie. Een missie waar we eigenlijk al 2 maanden voor stand-by staan. Wat de naam van Roderick gaat over. Kan? Wel. Nou, we gaan even gassen, dus goed gas houden. Want anders is dat gebeurd, is dat uit. Goeiedag. Hallo, zouden we even storen? Kan het even of niet? Nou, ik heb weinig tijd, maar ik moet die brand blussen. Oh, als je wat wil vragen, een vraag. Dan kun je het beste even naar de commandant lopen. Dus een man met een pet op, met een gouden rand. Naar de commandant. En waar kunnen we die vinden? Die moet hier ergens rondlopen. Bedankt voor wat je vragen. Wij zijn van Willem de Heer, dit is Roderick. We zijn als we weer hier naartoe gekomen. We hebben begrepen dat hier brand is. Nog een beetje brand. Is het al zijn brandmeester of niet? Ja, al lang. Oh, dat is... Dan zijn we eigenlijk een beetje... Een beetje laat, maar dat maakt niet uit, maar hij heeft een vraag. Hoe weet je nou hoe zo'n brand ontstaat? Dat weten wij niet. Dat onderzoekt de politie. Maar waar is de politie dan nu? Want wij willen graag meteen natuurlijk antwoorden vragen. Nou, de politie kan nu niet zien omdat het donker is. En morgenochtend gaan ze dit onderzoeken. En dan moet je naar meneer Van As vragen. En die helpt je dan die vraag van. Maar ho, wacht even. Dat betekent dus dat we eigenlijk voor Jan met de korte achternaam midden in de nacht uit ons bed gekomen zijn en als een speer hier naartoe gekomen zijn. Je hebt het al gezien. Ja, maar het onderzoek is dus niet meteen naar de brand en ook niet door de brandweer. Nee. Dat doet de politie morgen pas. Ja. Terug naar ons nest ben ik bang. Ongeveer tegelijkertijd met de brand in Haarlem kwam er bij de brandweer van Hilversum de melding binnen dat bij een fietsenwinkel in het centrum de vlammen uit het dak sloegen. Na 6 uur blussen was de brand onder controle. De oorzaken zijn nog niet bekend. Zie je dat, joh? Kijk, die hele bovenverdieping is in elkaar gedonderd. Wow! Had je het ook nog gezien op tv? Nee. Nee? Nou, het was een vrij heftige fik. Ik denk dat hier maar gewoon, brutaal mensen heeft de halve wereld. Wat gaat hij doen? Nou, we zijn van Willem Bever. Ja. We zijn van Willem Bever. Ja, en we hebben een afspraak met meneer Van As. Heel goed. Meneer Van As? Ja? Als je links op het gebouw zit, loopt hier omheen, ja? Loopt hij in het blauwe overal. Goeiedag. Meneer Van As? Ogenblikje. Ja, hallo meneer Van As. Kan ik me voorstellen, dit is Roderick. Wij waren hier vannacht ook al. Uurtje te vroeg. Want u bent nu bezig met het onderzoek en dat is voor ons vraag heel belangrijk. Want Roderick heeft een vraag voor u. Ja, hoe weet je nou of zo'n brand is aangestoken of niet? We kunnen dus zien dat het vuur van die kant deze kant opgekomen is. En dan kunnen we onder andere zien, hier bij deze deur, die is tijdens de brand is die dicht geweest. Ja. Hier heb ik verbranding en die heb ik aan de binnenkant nog meer als aan de buitenkant. En hier heb ik de verf intact. Dat wil zeggen dat het vuur hier hoog gekomen is. Ja. En op het moment dat de ruit eruit gaat, krijg je hier komt het vuur eromheen. Maar hier heb ik alleen aan de binnenkant vuurbelasting en warmtebelasting. En dat is een teken, want vuur gaat altijd omhoog en warmte ook. En dat kan je hier dus onderhand al lezen. Dus hij is aan die kant op de grond ergens geweest en hij is hier zo omhoog gekomen, hier naartoe. Maar dan kan je dus in feite al zeggen dat hij dus in die hoek daar ontstaan is. Of ben ik nou te simpel bezig? Nee, was het maar waar dat het zo makkelijk ging. Nee. Want dan waren we wat vlotter klaar. In ieder geval, we moeten wel in die hoek gaan zoeken. En dan gaan we hier dus kijken waar de meeste vuurbelasting is geweest. Om te kijken waar dus de brandhaard eventueel kan ontstaan. En dat zie je hier al, dat hij heel laag uit het pand gekomen is. Ja. Want die deurkozijn, die is tot helemaal tot op de vloer afgebrand. En u denkt dat de brand hier beneden ontstaan is, hier de brandhaard is? Gezien het brandbeeld en het verloop zijn we van mening dat het hier in dit gedeelte is ontstaan. Ja. En dat wordt bevestigd door degene die de brand ontdekt heeft, want die heeft hier binnen bij de achterdeur het vuur gezien. Maar je ziet hem dat hij dus hier laag eruit gekomen is. Dan loopt hij zo schuin omhoog, want daarboven zijn de stenen ook weer gebroken. Dus is het warmer geweest als de temperatuur voorbij het bakken van de stenen. Dus over waar die stenen zijn afgebroken, daar is het heetst geweest. Daar is die heter geweest als waar de brokken er niet afgebroken zijn. En daarop? We gaan het pand nu slopen. Ja. Dan wordt de puin en het schroot wordt weggehaald tot bij de vloer. Dan gaan wij de vloer minutieus bekijken of we daar een brandhaard kunnen vinden.
Ja. Dus de plaats waar de brand is ontstaan. En daar nemen we een brandmonster. En die gaan naar het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk. En die worden dan door het laboratorium onderzocht op vluchtig materiaal. Brand in Hilversum? Ja, in de fietsenzaak. Brand in die fietsenwinkel? Ja. Maar de politie is nog bezig met dat onderzoek. Daar mag ik nog helemaal niks over zeggen. Maar wij zijn van Willem Bever, hè? Ja. Ik mag er niks over zeggen, maar wat ik wel kan doen is een oude zaak nemen. Een zaak die al afgehandeld is. En aan de hand van die zaak jullie vertellen hoe wij het onderzoek hier uitvoeren. Ja? Ja. Ook goed? Ja, is ook goed. Vinden we ook goed, ja. Oké. Okay. Goed, hier hebben we nu die pot met daarin het monster. Dan gaan we nu kijken of daar eventueel brandbare vloeistoffen zijn gebruikt om de brand mee aan te steken. Ja. En voor de duidelijkheid, die pot die je net gepakt hebt, zit hier nu in? Diezelfde pot zit hier nu in. Zit er omheen. Maar die brandbare stoffen die zijn toen al allemaal verbrand. Nee, als er een vloeistof is gebruikt om die brand mee aan te steken, dan trekt die vloeistof in het materiaal, dus in het stuk hout of in het stuk vloerbedekking. En daar blijven altijd wel restanten van in zitten. En wat ga je hier nou mee doen? Deze pot ga ik nu in de oven zetten, bij 75 graden. Ja. En als er dan nog restanten van die vloeistof in zitten, dan verdampen die. Maar die dampen, hoe kan je die dan zien? Die damp kun je niet zien, die damp moeten we meten. De pot heeft nu 4 uur in de oven gestaan. Nu ga ik een beetje damp uit die pot halen. En dat ga ik injecteren op deze gaschromatograaf. Hoe heet dat, een? Gaschromatograaf. Gaschromatograaf. Dat is een machine. Daarin zit een kolom. Ja. En die kolom, het monster dat ik net heb geïnjecteerd, dat gaat door die hele kolom. En de verschillende stofjes die blijven niet allemaal even lang op die kolom hangen. En die komen er stuk voor stuk aan het einde van de kolom komen ze er weer uit. Maar hoe weet je dan welke stof er precies in die damp zit? De computer die registreert stuk voor stuk de pieken die eruit komen. Ja. En dit is de grafiek al van de stof die er nu in zit? Ja. Ja, maar hoe kan je nou als een plaatje zien wat voor stoffen erin zitten? Ik kan aan de hoogte en aan de plaats van de pieken kan ik zien dat dit waarschijnlijk een motorbenzine is geweest. Maar dit is nog maar een voorlopige uitslag. Om er nu zeker van te zijn dat het inderdaad motorbenzine is, moeten we nog een tweede onderzoek doen. Bij deze tweede test haal ik nog een keer wat damp uit de pot. Ja. En die damp die laten we dan langs deze zwarte korreltjes gaan, dat is koolstof. En de stoffen waar het ons om gaat, die blijven dan plakken op die koolstof. Daarna halen we die stoffen met de vloeistof weer van die koolstof af. En die vloeistof doen we dan in een vaatje. En dit vaatje met de vloeistof en de stoffen waar het ons om gaat, gaan we prikken op een soortgelijk apparaat als daarnet. En dan kan je het weer aflezen in de computer. Juist. Dit is dan het plaatje dat daarna uitkomt. Dit is van de tweede test? Dit is van de tweede test. Ja. En hij lijkt inderdaad ook een beetje op het plaatje dat er bij de eerste test uitkwam. Ja. Dit plaatje vergelijken we dan met een plaatje van een standaard. Die leggen we er dan overheen. En kijk maar, dat lijkt heel erg op elkaar. En dit is een standaard grafiek voor motorbenzine? Dit is een standaard van motorbenzine. Dus je kan nou ook zeggen dat deze brand zeer waarschijnlijk is aangestoken? Nee. Top. Wij mogen geen conclusies trekken. Trekken van conclusies, dat laten we aan de politie over. Kijk, als dit nou het grondmonster was geweest van de fietsenwinkel in Hilversum, dan hadden we dus nu geweten dat hij was aangestoken. Nee, dat is niet zo. Ze hebben alleen maar gezien dat er benzine in zat. Dat betekent dan niet dat ze daarmee aan hebben gestoken. Nee, jij wil zeggen het kan ook zijn van de bromfiets bijvoorbeeld die erin zat. Oké, daar heb jij weer gelijk in. Maar je bent wel tevreden? Ja. Oké, is die verkocht? Ja.